Zojuist heeft de ECB hun rentebeleid weer bekendgemaakt. Daar wordt niets aan veranderd, dat was ook geen verrassing voor de markt. In de aansluitende persconferentie werd onder andere ook de vraag gesteld of de koers van de euro op dit moment een probleem is voor de Europese Centrale Bank. Draghi bleef daar vrij vage over. Echter, de inflatieverwachtingen zijn naar beneden bijgesteld door de ECB voor de toekomst. Onder andere door de koers van de euro. Zal de koers van de euro verder stijgen, zal dat de inflatie verder doen dalen, wat dus echt niet in het straatje van de ECB past. Dus een nog sterkere euro zal voor de ECB een probleem gaan worden. Verder mogen we ook niet vergeten dat de spanningen tussen Korea en Amerika ook nog steeds de valutamarkt beheersen. Dus de koers van de euro ten opzichte van de dollar zal rond de 1,20, misschien nog wel ietsje hoger, blijven handelen. Kortom. De euro handelt sterker na de persconferentie van de Europese Centrale Bank. Onder andere door de uitspraken van Draghi en de spanningen nog steeds tussen Amerika en Korea. Bij de volgende persconferentie van de ECB in oktober hopen we meer nieuws te krijgen en hopen we ook te weten waar de euro dan naartoe zal gaan.